Wat, heb je nog iets te zeggen over het bordje? Nou, ik wou zeggen, de structuur is goed. Geluid. Oh, hij klinkt ook goed, ja. Mooie letterkeuze. Oh, mensen. Goedemorgen, we zijn al laat, want de bellen gaan al. Het is 3 voor de kerkdienst begint, maar ik ben wakker en ready to meet Thijs en ik zie hem al staan. Goedemorgen. Hey. Hey. Goedemorgen deze. Wat fijn om je te zien. Yes. Zo, ik zit ergens nog half tussen being awake and asleep, but I'm here. Thijs, we staan in een hele lange rij. Ja. We wachten op ons Bewackfest. We wachten op ons kommetje met brood en chocolade. Dat is wel echt zeer waar. En chocolaatjes, daar heb ik zin in. Eén stuk stofbrood. En dit zijn alle mensen die nog voor ons staan. We hebben ontbijt. We hebben ontbijt. We hebben ontbijt, jongens. Wat is het ontbijt? Zo, het is middag, het is warm en de kerkdienst begint over 10 minuutjes. We hadden een toffe talking group met mensen uit heel Europa, uit Spanje, uit Duitsland, uit Nederland ook toevallig. Dus dat is wel heel leuk. En het is gewoon echt prachtig weer. Dat is echt genieten. Echt een cadeautje even. En nu gaan we lekker naar de dienst. Volgens mij eten we mislukte nasi, guys. En vorig jaar was dat een van mijn faves. Eten we mislukte nasi? We eten mislukte nasi. Nou, kak. Dat was een van mijn faves. Oh, is dat even jouw... Oké. Nou, altijd bezig dan de zoekjes. Precies. Het is warm. Soort van. Het is ook warm. Laat maar. It seemed I was wrong. Ik zag net iemand lopen met eten en we eten gewoon mislukte bodensoep. Oh echt? Ja. Oh, dat is toch geen mislukte nasi, maar geen mislukte bodensoep. Hou je ook van mislukte bodensoep? Ik heb het volgens mij nog nooit gehad, maar het ziet er niet heel appealing uit. Straks zien jullie wat ik bedoel. Dit is de comeback van Mr. Yang. Yang, jongens. Oh, Mr. Yang. Mr. Yang. Mr. Yang. What are those? Oké, ik did het. We hebben dit bonensoep en we hebben broodje en we hebben orange en water en cookies. Let's go. Oké, it seemed I was wrong, want de mislukte bonensoep was geen mislukte bonensoep, maar het was gewoon mislukte bonenprut, denk ik. Ja, nee, het was geen mislukte bonensoep. Het was meer pasta met special bonus, zo'n hele rare combinatie. Maar het was om binnen te werken. Ja, het was eten. Dat zeg ik er ook over. Ik zou gewoon zeggen, wat is 5,5 in sterren? 5,5 in sterren? Ja. Jij wilde het 5,5 sterren geven? Nee, ik wil het een 5,5 in sterren geven. Nou, dan geef ik 2,5 sterren. 2,5 sterren? Nee, dat is net onvoldoende. Oh, 3 sterren. 3 sterren. Top. En die sinaasappel was echt heel lastig eten. En nu gaan we lekker onze vieze disjes weggooien. Yeah. Thijszee, een plek van rust en bezinning waar dagelijks duizenden jongeren zingen, bidden, praten, elkaar leren kennen, samen eten en de dagelijkse struggle is wanneer je je telefoon ergens kan opladen. Er zijn namelijk ongeveer 30 stopcontacten, denk ik. So let's go, dat gaan we even doen. Het Asiat bordje, jongens. Heel mooi. Heel mooi. Je moet eigenlijk even andersom staan. Hallo, hoi Harmen. Thijs in Thijszee. Thijszee. Wil je mij even filmen daarnaast? Harmen Jan in Thijszee. Ja. Ja. Harmen Yang. Oh, nee, wacht, dan ben je niet natuurlijk. Ja. Wat, oh. Heb je nog iets te zeggen over het bordje? Nou, ik wou zeggen, de structuur is goed. Geluid. Oh, hij klinkt ook goed, ja. Mooie letterkeuze. Oh, mensen. Ja? Mooie weg ook, favoriete weg, de D414. Really, jammer dat het niet 313 is. You really should visit it once. En Thijszee is gewoon tof. Wow. Oh, je weet niet hoeveel mensen daaraan hebben gelikt, ja, hè? Ja, daarom heb ik me ook niet aangeraakt. Oh. Ik deed gewoon een moi. Oh, oké. Okay. Ja, dan is het goed. Ik kreeg een lekker ijsje van Thijs.
Alsjeblieft, Armin. Dankjewel. Dit betekent veel voor mij. I won't forget dit, oké? Okay? I won't. Als je het vergeet, hè, oppassen. Oké. Okay. Maar het was in ieder geval een goed ijsje. Ik denk dat dit het beste is wat ik op deze dag gegeten heb. Nog beter dan mijn Haribo snoepjes. Hoe is de vibe? Vibe. Ja, ik voel de vibe wel. Ik ook. Wij gaan lekker opscheppen. Hou de lepel er even bij. Grote lepel, kleine lepel. We eten een soort aardappelpuree. Ja, een soort aardappelpuree of zo. Helemaal leuk. En er staat echt veel voor muziek. Het is zo'n spannend shit. Dit is echt leuk. Er zijn ook vet veel mensen. Iedereen hier aan het wachten op gewoon een lekker maaltje. Ja. What are those? What are those? We do have mashed potatoes, guys. And we do have een soort rare groentehapjes. Ik zei tegen iedereen, het zijn kipnuggets. Continue, het zijn geen kipnuggets. En we hebben een gepeperde tomaat. A.k.a. mijn hoofd na een zonnige dag. Dus dat is ons eten. We laten zo weten hoe het was. Food review. Nummer, weet veel hoeveel. 3, denk ik. Ja. Wat stond er op het menu? Mashed potatoes met tomaat. Met een soort groentesnack. Waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een gehaktbal was. Toen dacht dat het een kipnugget was. En wat bleek? Geen van beide. Het was hartstikke vegetarisch. Ja, en dat voegde niet heel veel toe. Maar ja, er was geen toets. Het idee was leuk. Er was wel jammer. Er was geen brood. Geen vitamine C. Precies. Dus jouw eindrating in sterren is? 2. Bij mij is het 1,5 ster. Zit je nog lager in dit? Ja, erg hè. Dus dat en tot later. Maar bonensoep. Nee, maar geef me bonensoep, gast. Geef me brommer terug. Je brommer. Ja, maar die tomatenpuree, straks komt dat er allemaal weer uit. Ik zie dat niet zitten. Ik hoop het niet. Ja, ik hoop het ook niet.